Ja, vrienden, hebben we weer zitten kijken naar Bo. Ja, het wookgebeuren. Ja, was weer bezig met die mevrouw, met die ene Aisha of zo. Die ging daar even verhaal halen bij de Jack en bij de Tom. Maar die Bo ook, vrienden. We hebben dat al eerder gezien met de Bo. Ja, dat ging toen over de Matthijs, weet je nog. En dat vond hij ook allemaal verschrikkelijk. En dat vond hij erg. En oh, dan ging hij mee zitten huilen met iedereen in het bos. En oh, nou. En dat was Bo ook. Kijk, mij is deugen, Bo. En dat ging hij nu weer doen. Die Bo, ja, die gaat gewoon kritiekloos mee zitten hummen en mee zitten, ja, wat erg en dit en dat en weet je wel. En mee zitten kwispelen met diegene aan tafel. Ja, het is de Labrador van de Nederlandse tv. Dat is die Bo. En ach, dat is niet te harde, vrienden. Wat is dat erg. En dan komt zo'n mevrouw. Die Aisha, die komt daar dan zitten en nou echt, Joost en God en iedereen mag weten wat ze daar kwam doen. Wat komt die mevrouw daar nou doen? Ja, die heeft dus het hele verhaal al verteld aan de Volksrant en die denkt bij zichzelf, nou dat ga ik nog eens even dunnetjes over doen. Ja, dan kom ik gewoon weer hetzelfde verhaal vertellen. En dat is dan ook nog eens een keer een verhaal van 10 keer niks, vrienden. Helemaal niks. Nee, die komt dan weer allemaal vertellen. Ja, dan ging ik naar de hoofdredactie en die vertelde tegen mij dat de Tom, echt bestaan, hè, die houdt van mooie vrouwen. Nou, laten we de mededeling zeggen. Ah, oh, geweldig. Ja, anders moet je maar uit de buurt blijven. Oh, nou, het is wat, hè. Oh, het is wat. En de Jack, weet je wel, die had dan iets gezegd van dat hij in bad zat. Van, nou, dan kom je maar bij mij in bad zitten. Oh, wow, dat was ook allemaal verschrikkelijk. En verder helemaal niks. Niks te melden daar. En Bo maar, oh, wat erg. Het is toch ook wat. Ah, mijn vrienden. En het wordt allemaal maar uitgezonden. En er is niemand die zegt, jongens, kunnen we hier eens mee ophouden? Nee. En niemand die mevrouw tot de orde roept. Die Aisha. En zegt, joh, ga jij eens gauw weg. Kom. Want die Aisha snapt niet dat als je dan naar de top wil. Want dat wilde dus ook zo nodig. Ja, ik moet naar de top. Ja, maar beste mevrouw, daar is het heel nauw allemaal. Dat pad is zo smal. En daar lopen allemaal ego's. En de ongezellige mensen. En die knokken allemaal om een paar plekjes. En dan wordt het niet leuker van. Nee. En ga je daar dan verbaasd over doen? Dat gebeurt iedereen. Iedereen in het leven krijgt daarmee te maken. Ja, en jij dan ook. En dan ga je dan later niet over piepen. Dat is dan gewoon zo. En dat doet zij dan. En dan gaat ze nog eens een keertje de Jack en de Tom, die toch al heel veel last hebben van haar gekwek in die Volkskrant, die gaat ze nog eens een keertje lopen aanpakken. Nou zeg. Nou, ik kan je maar één ding vertellen. Beste mevrouw Aisha, het enige wat jij gedaan hebt met dit hele optreden is dat je de Jack en de Tom veel populairder hebt gemaakt.